Nederlands. We hebben nu 998 bezoekers in ons restaurant gehad. Dat betekent dat vandaag de 1000ste bezoeker kan komen. Wil jij dat goed in de gaten houden? Maar zeker, chef. Daar reken ik op, hè? Tuurlijk. Oké. Kijken wat dit hier is. Als jij nou de automaat... Goedenavond, mevrouw en meneer. We gaan. Nee, komt u van binnen alsjeblieft. Welkom. U bent namelijk de eregasten vanavond. Een ogenblikje alsjeblieft. Chef. Wat is dat? De 1000ste bezoeker is binnen. Oh, het is niet te geloven nu al. Bonsoir. We gaan. Nee, alsjeblieft. Komt u nou. Nee, alsjeblieft. Een ogenblikje. Ik mag u namelijk even tussen beiden komen, alstublieft. Wat is er dan? Ik wou u van harte feliciteren. Waarmee? Oh, wist u het? Wat bedoelt u? Dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Wat leuk. Nee, is. Om precies te zijn 10 jaar, hè? Oh, dan leek het 25 jaar, Beb. In elk geval mijn hartelijke gelukwensen. Dank u wel, wist u het? Wat? Dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn. 10 jaar, hè? Oh, dan leek het langer, Beb. Nee, maar ik wilde u even van harte feliciteren. Dank u wel, wist u het? Wat? Dat we vandaag 25 jaar getrouwd zijn. 10 jaar. Dan leek het lang op, hè? U bent vandaag de 1000ste bezoeker. Nee, we komen hier voor de eerste keer, hè? Ja, oh ja. Ja, natuurlijk. Nooit geweest, ben jij er wel eens geweest, Beb? Ook niet. U bent echt de 1000ste. Dat betekent dat ik u gratis een diner mag aanbieden. Oh, ja. Oh, hoi dan, Beb. Nou ja, gezellig. Als u een leuke zaak weet, gaan we er gelijk heen. Nee, alsjeblieft. Dat is hier. Hier in dit mooie restaurant, als u mij even zo met me mee wil gaan. Meneer, als u even daar plaats wil nemen. Niet, mevrouw, mag ik even uw stoel pakken als u hier even wilt gaan zitten? Zal ik hem zelf pakken? Schuift u lekker aan. Zo. Natuurlijk. En maakt u het zich lekker makkelijk. Nou, ik zit wel lekker makkelijk, hè, Beb. Bent vandaag onze eregast. Hoi, Beb. Kijk eens de menukaart, alstublieft. En dan kunt u uitzoeken wat u mag doen. Nou, daar staat nogal wat op, hè? Ja, zeker. Ja, wat is er, Beb? Dat ken ik niet lezen, hoor. Dat staat in een hele andere taal. Andere taal? Ja. Frans, mevrouw. Oh, hallo Frans, ik ben Beb. Oh. En dat is mijn man Arie. Ja, hallo Frans, ik ben Arie. Ja. Hallo Beb. Hallo Arie. Ja, heel gezellig, maar deed u rustig plaats. Natuurlijk. En kijk eens, dit is gratis aangeboden, een feestcocktail. Oh jee, er is een druif ingevallen bij mij. Oh, die zit er bij mij. Die hoort erin. Die hoort er. Nou ja, goed. Oké. Als het u maar mag smaken. Natuurlijk. Zo, zullen we hem even hier neerzetten? Wat u wil. Want ik wou namelijk van u de kaart even zo doen. Oh. Dan leest het makkelijker. Wat u wil. He? Wat u wil, natuurlijk. Ja. Mooi. En dan gaan we eens beginnen te babbelen met elkaar over het voorgerecht. Oh. Wat zou u denken van een lekker soepje vooraf? Nou, Beb. Ik wil wel een haaienvinnensoep. Ja, doet u mij ook maar een haaienvinnensoep. Dat vind ik ook wel erg. Dat is wel lekker, hè? Doe mij ook maar een haaienvinnensoep. Twee haaienvinnensoep. Mevrouw, meneer, we zijn hier niet bij een Chinees. Hoe kan jij hem ook zo'n stomme vraag stellen, Beb? Zijn we er niet bij een Chinees? Lijkt hij op Liwang? Tot niet. Ik vind het lekker, haaienvinnensoep. Ik heb haute cuisine. Oh, daar kan je zelf voor krijgen. Daar kan je zelf van krijgen. Dat heb jij er ook gehad. Beb had dat ook. Die had van die bruine vlekken had je op je bovenbeen. Beb, dat hoeven we niet te zien, mevrouw. Dank u zeer. Ze hebben het ingesmeerd, was weg. Het ging helemaal schilferen. Het schilferde helemaal. Weet je nog wel? Het is niet zo smakelijk. Het is niet zo smakelijk. Nee, maar ze had het ook op de bovenbeen. Waar hebben we het dan? Ik moet ook aan de andere gasten denken. Hebben we het allemaal? Hebben u ook op je bovenbeen? Alsjeblieft, dus een soepje vooraf. Wat zou u denken van een mokta? Pardon? Een mock turtle. Wie is mock turtle? U kent toch wel de mock turtle? Nou, mock ken ik wel, maar turtle heb ik nooit gezien. Dat is een schildpadsoep. Oh, dat is niks voor Beb, dat duurt te veel te lang. Vriend voor Beb, maar gewoon een dweiltje boven een bord uit, want die ziet alles. Een dweiltje boven een bord, wat is dat voor een terminologie? Wat wilt u nou? Wat neemt u als hoofdgerecht, als voorgerecht? Ik wijs gewoon wat aan. U wijst wat aan. Wat heb ik? Ah, een uitstekende keuze. U hebt de escargot. Wat is een escargot? Escargot. En wat wilt u? Een demi-douzijn of een douzijn? Nee, wij zijn vanmorgen alweer een douzijn. Oh, hè? Wij douzijn iedere morgen. Hè? Nee, dat hoeft daar niet meer, hoor. Het komt wel in orde. We maken het picobello voor elkaar. Is Pico er ook? Nee, ik bedoel, het komt picobello in orde. Oh, ik dacht Pico, daar was picobello. Die kennen wij toch? Die kennen wij. Luistert u even. Van het boek van vroeger, dat hij achter op die ezel zat. Ja. Dat is Dick Trom. Oh. Met permissie. Is die er ook? Nee, maar we gaan even verder over het eten. Het is geen loopzaak. Wat,
Wilt u wild eten? Ik eet altijd erg rustig, maar bij Beb vliegen meestal de vonken van bestek af, hè Beb? Meestal. We hebben een extra brandverzekering afgesloten. Zulke vlammen. Hoe kan ik nou toch zo dom zijn? Hij heeft het zelf in de gaten nu, hoor. Ik kan me wel voor mijn kop slaan. Zeg, ga lekker zin doen, even. Nee, ik vergeet helemaal. We hebben vandaag in de aanbieding een speciaal gerecht. De Buff Stroganoff. Wie is dat? Buff Stroganoff is een heerlijk Malse biefstuk. Oh, zijn Franse biefstuk. Zijn buffstuk noemen ze dat. Dat is buffstuk. Buffstuk, Franse biefstuk. Buffstuk. Buff Stroganoff. Buff, nou, doe die maar van die buff. Biefstuk. En dan overheen gaat een heerlijke pikante sauce flambé. Oh ja, oh, is die anders niet te eten? Nee, dan wordt die juist lekkerder. Vanzelfsprekend, natuurlijk dat je dat nou niet begrijpt, Beb. Mag ik even weten, hoe wilt u de biefstuk hebben? Voor mij een grote graag. Doe maar een groot die een beetje over je bord hangt. Hangt ja, van jou ook, hè, Beb? Die over je bord hangt? Ja, doe die maar twee joekels, twee van die joekeloers, twee joekels. Ja. Mevrouw, meneer, u krijgt van mij twee joekelorissen. Ja, twee joekelorissen. En kijk u even of ze zinnelijk zijn voor zo'n tafel. Ja. Ja. Alsjeblieft, de wijnkaart. U wilt waarschijnlijk nog iets drinken bij het natuurlijk, eten. Ja, natuurlijk. Hij zoekt u rustig uit. Ja, wat is er bij? Zullen wij eens een fles nemen met van die bubbeltjes? Dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Doet u ons maar zo'n fles dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Dat het bubbelt. Hij vindt ons aardig, geloof ik wel. U bedoelt natuurlijk de champagne. Oh. Hè? En wat wilt u, de Dom Cliquot? Of de Dom Perignon? Of de Veuve Cliquot? Wilt u sec, demi-sec? Nou, als het maar nat is. Zo, hè? Dat vind ik ook, hoor. Als het maar nat is. Als het maar nat is. Het komt in orde. Erg fijn, dank u. Gezellig, wil ze. Beb, hè? Gezellig, hè? Mooi. Zeg, is het een beetje te nassen hier? Uitstekend, dank u wel. Oh. Zeg, wat zit uw vrouw daar nou te kluiven? Mijn vrouw heeft kikkerbillen. Nou, als ze zo zit, zie je het niet, hè? Is die mevrouw op kikkerbillen? Zij eet kikkerbilletjes. Oh. Nou, ik hoop dat ze een beetje afgeveegd hebben voordat ze op tafel kwamen. Oh, ik lust niet meer. Dat is toch geen manier om de eters van mijn vrouw te bedanken. Nou, je moet zich van mij niks aantrekken. Ik maak maar een grapje, dat komt zo. Wij zitten even op de bubbeltjes te wachten, zodoende, begrijp u wel. Wat hebben u nou? Wat is dat? Forel. Zijn u? Een forel. Wat is een forel? Die heb ik zelf net uitgekozen uit het aquarium. Een vis. Oh, wijs je die zelf aan? Ja. Zeg, Beb. Ja, hè? Kom eens. Nou, mijn vrouw er even bij, die zal er van op horen. Die man hier, die heb zelf heb die, die vis aangewezen in die vissenkom. Je zit op mijn hand. Oh, sorry, hè. Wat zeg je nou? Heb je dat zelf aangewezen? Ja, zelf. Dat is ook zielig, hoor. Dat is niet zielig, mevrouw. Dat is voor mij de zekerheid als klant dat de vis vers is. Ja. Daar heb hij wel gelijk in, Beb. Dan mogen wij ook wel opletten dat het een klein beetje vers is. We moeten van tevoren zorgen dat we eerst alle spullen zien. En voordat dan pas we dat op. Dat ze ze op tafel gooien. Want anders kan het een zootje worden, want ze rommelen veel natuurlijk. Oh, mijn god! Wij schrikken daar enorm van, dat kan u toch wel voorstellen, niet? Rommel! Daar schrikken wij van, hè? Ja, u schrok ook natuurlijk, ik zag het aan u, hè? Champagne! Natuurlijk, ja. Nou, hopen dat het goed komt, maar, hè? Dit was, hè? Jongen, jongen. Nou, nou. Het gemakkelijk. Was alleen maar de champagne. Zo, de champagne. Oh, dat heb je ook natuurlijk. Zo. Ja. Alsjeblieft. Oh, wat. Nee, gooi maar vol, zeg. Wij hebben dorst, hoor. Ja, even proeven, meneer. Pardon? Even proeven. Maar dat is een vochtig bodempie, zo kan ik toch niet proeven? Ik zal hem wel voor u inschenken. Wil u doen? Dat we niet te veel hebben. Zo, erg, hè? Zo, het loopt eroverheen, hè? Zo. Kijk eens, hele tafel. Oh, ken u trouwens die mop? Dat is een hele leuke mop. Weet u hoe een jong hondje piest? Nee. Ja, dat is leuk. Die is wel aardig natuurlijk. Heel fijn. En weet u hoe een olifant piest? Nee, meneer. Die is wel geinig natuurlijk. Hij is goed. Die kan u ook even vertellen in de keuken, want daar houden ze ook wel van een geintje natuurlijk. Hè? Dus een jong hondje is pst, en een olifant blijft gewoon lopen. Begrijp je wel? Ja.
Moet je wel vertellen, want het is wel zo. Dank je wel, mevrouw. Ik heb hem gehoord van Arie in de fietsenstal. Oh, heb je verteld? Aardige gozer Arie in de fietsenstal. Ja, wat is het, Beb? Ah, wat heb jij nou daar op je bord? Wat is dat nou? Ik heb schelpen, Beb. Schelpen? Het is heel wat. Ik zit met een bord met schelpen. Ik weet ook niet wat ik ermee moet. Oh. Het is heel eigenaar. Nou ja. Wat zit je nou te doen, Beb? Ik ben mijn oorbel kwijt. Misschien is die wel in de soep gevallen. Daar word ik nou toch ook niet goed van met jou, hè? Wie laat nou zijn oorbel in de soep vallen? Wat een gezeur. Nou, ga maar zeggen. Nou, maar ik moet hier ergens liggen. Is het die bord, Beb? Ik voel me. Goed aan, Beb. Maak er toch altijd zo'n bende van. Ik zal wel even... Misschien is die oorbel afgedreven naar hiernaast. Ik zal even vragen of ze daar de oorbel hebben. Sorry. Mijn vrouw is de oorbel kwijt. Kan zijn dat die misschien bij u in de soep weggevallen is. Nou, hier. Had ik hem bijna opgegeten. Bumpy, hier is de oorbel. Die zat bij mevrouw in de soep. Oh, ik lust niet meer. We zien niet meer. Nou, dan laat je de rest toch weglopen. Dat maakt toch niet uit. Schandelijk. Kijk, jouw oorbel, Beb. Kijk, dankjewel. Alsjeblieft, Beb. Zo, even een beetje schoonmaken, hè. Anders ik wel, Beb. Zo, gezellig, hè. Smaakt het een beetje? Hoe bedoel u, smaakt het een beetje? Ik heb een bord met schelpen. Meneer, daar zitten slakken in. Die groep bij zijn hoofd, hoor. Dank u wel, mevrouw, meneer. Wat is er, Beb? Heb je dat gezien, daar een levend beest op het bord? Een levend beest? Dat doen ze, Beb. Dat ze weten dat het vers is. Begrijp je wel? Is weer voor je vers. Dan zien ze eerst dat het vers is. Begrijp je? Dan mogen wij ook wel opletten dat het vers is. Ze hebben nog wat van die bubbeltjes. Die bubbeltjes, geen kei het even in, hè? Te weinig bubbeltjes, die zitten... Wat is er gebeurd? Oh jee, neem je niet vaak. Zeg, hou je jasje uit. Voordat je kan vatten, natuurlijk. Ik ben dat ook. Oh, mijn jasje. Ja, dat is een zeil. Ja, ik zou het vinger voor u. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nee, dat is mijn jasje. Dat is van wie? Dat is dan toch niet, alsjeblieft. Dat is gewoon een brandmeester. Ik ben te gek geworden. Sprake niet zo kabaal, ik heb je leven gered, hele hut had vanaf in de brand te geven. Ogenblikkelijk een nieuw jasje voor meneer en een biefstuk voor deze klant. Even over die biefstuk nog, die is toch wel vers, hè? Want wij hebben hem niet aan tafel gezien. Meneer, ik beschouw het haast als een belediging van de zaak. De biefstuk is mals en supervers. Ik ga toch zelf wel even kijken of het een verse biefstuk is, want ik vertrouw het niks meer. Ga je even lekker kijken? Meneer, mag alsjeblieft niet de keuken in. U eet zeker niet vaak in een restaurant. Nee, het is de eerste keer, hoezo? Nee, dat had ik al begrepen. Ja, wat een mens. Nou, Beb, hij is vers, hoor.